jou een hele leuke dame eigenlijk. Best. Yes, het is weer dinsdagmiddag 4 uur. Goed dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. En vandaag zijn we nieuwsgierig naar vrouwen. Ja, het zou de Summer of Love moeten zijn geweest. Helaas door corona, de beperkte maatregelen en heel slecht weer is er eigenlijk niet van gekomen. Oftewel, de Summer of Love moet nog komen en wij zijn dan benieuwd waar vrouwen op vallen. Ja, en in deze aflevering gaan we vooral kijken of vrouwen op helden vallen. Echte helden, weet je wel, die supermans met een cape en een... dingen uit hun armen, klauwen. Vallen vrouwen erop? Ik denk van wel, maar we moeten het natuurlijk eerst even testen. En Bram, jij hebt daar ook een functie in. Ja, ik heb de eer om jullie te eren als helden. Dus dan staan jullie straks bij een vrouw en dan zeg ik, wat een held. Ik vind het heel leuk. Ja, goed, Joost, wij gaan hier zometeen vrouw versieren. Het doel is natuurlijk om een telefoonnummer te scoren. Ja. En we worden daarbij geholpen door een wing woman vandaag. Ja, dat is vandaag Marta. Hallo. Deze knappe vrouw aan jouw linkerzijde. Zoals je ziet, de eerste heldendaad. Zij heeft een boodschappentasje die valt. En wij zijn dan de helden die het weer helpen inpakken. Ja. Ja, en wat is jouw tekst dan, Bram? Wat een held. Mag ik jou het vragen? Ik denk mijn zus ongeveer even oud als jou is. En ze is binnenkort jarig. En ik wil wat leuks met haar gaan doen, maar ik heb echt geen idee wat. Mevrouw. Sorry. Ik ga ik heel even helpen hoor. Nee, hoe kan het gebeuren, mevrouw? Niks aan de hand. Nou, ik vind het niet een beetje dom, hè? We ruimen het gewoon weer in. Nou, vind ik heel lief van je. Tuurlijk. Ah. Hey. Gaat het verder zo? Ja, dank je wel. Ja, zeg. Ja, hoor. Okay. Echt goed bezig, vrouw. Ja, dank je wel. Oh, nog een keer. Dan ben je ook een heldin. Dank je. Ja, tuurlijk. Bedankt, hè? Ja, fijne dag. Ook zo. Mag jij wat vragen? Ja. Zou ik jouw nummer mogen? Nou. Dan kan ik misschien dat je gewoon een keer kan bellen. Kunnen we misschien een rondje in het park lopen? Nee, je hebt echt een hoest aan. Oké, geeft ook niet. Geeft ook niet. Nou, geeft ook niet. Succes. Ja, ga ik doen. Ja. Doei, doei. Is het gelukt? Nee, maar dat moet je eerlijk zeggen, het lag niet aan Bram. Nee. Bram die zette me echt weer helemaal goed in de helderrol. Ja. Je bent wel tekstvast. Ja. En goed dankjewel. Hoor. Ja. Dank je wel. Alleen, nu vraag ik me af, was de heldendaad wel groot genoeg? Of lag het aan mij? En daarom mag jij dat even onderzoeken. Okay. Of het aan de daad ligt of aan mij. Nou cool. Ja, we gaan hetzelfde trucje doen. Ja, daarom. Maar dan beter. Sorry, mag ik jou wat vragen? Ja, maar je moet wel naar mijn werk, dus ik weet niet of het iets langs is. Je moet... Oh nee, ja, ik zag je lopen en ik dacht aan het eind van de dag sla je jezelf wel eens voor je hoofd dat je niet hebt aangesproken. Dus ik denk... wacht even. Wacht even, één seconde. Okay. Ja. Maakt niet uit, dit kan gebeuren mevrouw. Stom hè? Ik help altijd oudere mensen hoor. Nou, dankjewel. Ja, geen probleem. Pas op jezelf mevrouw. Ja hoor, dag. Wat een situatie. Ja, wat gebeurde hier? Maar mag ik je nummer? Of, Nou ja, ik heb dus, het is geen excuus. Ik heb een vriendje. Ah. Dus ik denk dat hij dat niet zo fijn zou vinden. Dat begrijp ik helemaal. Sorry hoor, dat ik er zo tussen kom. Ik zie jou het boodschap opruimen voor die vrouw. Echt een held jij, man. Dankjewel. Echt serieus. Ja, maar nu helpt het niet meer. Ik was al aan het draaien. Kom jij even, was het na de maaltijd. Maar ze had een vriend. Ja, dat is jammer. Ik dacht, als iemand het moet fixen, zoals jij het wel. Nee, kijk, uiteindelijk is de conclusie dat de heldendaden, de heldenstatus die wij krijgen, nog niet onze lelijke koppen ontstijgt. Het maakt het nog niet beter. Nee, de daden zijn nog niet heldhaftig genoeg. Ja. Oftewel, er moet meer gevaar bij. Yes, voor de nieuwe situatie hebben we weer onze wingwoman nodig, Marta. Ja. Marta speelt de weerloze vrouw en zij wordt beroofd door niemand minder dan Rick. Ja, en Rick is een hele foute, stoute jonge man en die is uit op haar tasje. En dan komen wij als held aanzetten. Wij brengen dat tasje terug bij de weerloze Marta. De vraag is, krijgen we een telefoonnummer daardoor? Ik denk het wel. Mag ik het vragen? Ja, mijn zus is binnenkort jarig en ik wil wat leuks met haar doen. Maar ik zit echt al de hele dag te peinzen over wat het nou moet zijn. Maar wat wil je? Nou, ik wil wat leuks gaan doen. Ik wil wat leuks gaan doen. Help, ik kan er ook wel bij. Help, wat wil je al doen? Gaat het, mevrouw? Ja, dank u wel. Oh, dank je. Gaat het? Ja. Oké. wij waren in gesprek. Wat een held, nou. Zo is normaal, ja, gewoon dat je dat zo even doet. Nee, joh.
Gewoon burgerplicht. Burgerplicht. Ja. Misschien kunnen wij nummers uitwisselen. Als je een leuke tip hebt, dan kan je het... Nee, ga jij maar... ik weet even nu geen tips, maar dat is wel goed. Oké, ga ik verder met mijn heldendaden. Ga dat doen. Ja. Ik schaam me kapot. Ik dacht, ik moet nog een sprintje gaan trekken voordat iemand anders weer op zijn bek slaat. Ja, ik ben echt even erachteraan gegaan. Ja, ik zag het. Zij wilde jou een paar tikken gaan geven. Ja. Nou, dat zag ik. Maar goed, in ieder geval, het verhaaltje werkt niet goed. De daad, ja, het heeft nog geen zoden aan de dijk gezet. Nee, nou laten we het nog één keer proberen dan. Ik zeg jouw beurt. Nee, jij. Nee, jouw beurt. Keer, nee, doe jij het even één keer voor. Ja? Probeer ik het daarna weer. Oké. Je moet even bijkomen van de schrik. Ja, snap ik. Hi, mag ik jou wat vragen? Sorry, ben je Nederlands? Nee, Duits, maar ik praat een beetje Nederlands. Je praat een beetje Nederlands. Oké, okay. Nou, ik zag je lopen en ik denk... Wacht, hier heb je mijn telefoon. Huh? Wacht even. Wat ja? Ja. Kom maar, dankjewel. Ja, top, dankjewel. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Oh, lief hoor. Alsjeblieft. Dank, hè. Ja? Niet normaal, wat een held. Je bent een beetje geschrokken, of niet? Nou, Ja. Nou, gelukkig hebben we helden als deze man in onze maatschappij. Jongen, niet normaal. Ja, dat moeten we even doen, hè. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk vragen of ik je telefoonnummer mocht. Ja? Het lijkt wel een film, hè? Hero of the day. Hero of the day. Ja. Jij zou ook meteen daten. Ja, ja. Ik heb een vrij vriendin, John, die er zo meteen aankomt. En ik krijg meteen de vrouw. Oh. Geef je nummer maar, dan gaat ze jou. Ik vind het heel grappig. Ja, maar ik heb nu al een date, ja, dus helaas. Heb je geen relatie? Nee. Er loopt dus een vrouw, een oudere vrouw voorbij. Ja. En die zegt, mijn tas. Hij rent dus zeg maar achter die gast aan. En die pakt die tas. Ja. En toen, dat is het nog grappige. Nu ben ik zeg maar getuige van dat ze zeg maar nummers aan het uitwisselen zijn. Ja, doei doei. Ja, mooie dag. Maar ja. ik ga je even appen en dan misschien even een drankje een keer doen, toch? Ja, oké. Okay. Bijzondere ontmoeting wel, toch? Ja, kijk elke keer om je weer te zien. Ja, wellicht weer een heldendaad. Oké, doei doei. Oh, dit was ik had drie vrouwen omheen, ze wilden allemaal daten met me. Dit leek wel een filmscène, dit is niet normaal. Dit was echt ziek. Dit ging zo goed. Ja. Dit ging... Maar je hebt sowieso heb je meer nummer? Je hebt één nummer, toch? Nee, maar ik zei, ik ga nu voor haar. Ja. Helaas, ik kan niet meer met jullie. Maar die zeiden, nou, ik zou je zo daten, hoor. Geweldig. Goed gedaan, hoor. Marta, onze wingwoman, hè? Ja, en jij had natuurlijk ook nog een andere wingwoman. Die het tasje voor jou even wist. Ja, inderdaad. Het ging om de intentie. En dat was ook een knappe vrouw, dus ik twijfelde. Ja. Voor wie moet ik hier voor gaan? Moet ik, ja. Hey, maar dit werkt. Ja, ga dit allemaal thuis proberen, man. Ben je single? Ja. Zo moet het. Wat je wel vaak ziet in echte heldenfilms, is dat ze vaak een ontzettend sterk monoloog hebben. Ze hebben een hele sterke monoloog, inderdaad. Ga ik jullie bij helpen zometeen? Ja, kan je even je bek houden, dankjewel. Het ding is, in die films, dan heb je van die helden die op een gegeven moment zulke teksten weten uit te kramen dat zij ons normale mensen, normale burgers hier op aarde weten te ontstijgen. En dat gaan we hier doen. Nu is jouw keer. Nee, laat maar. Ik zag je voorbij fietsen en ik zou mezelf voor mijn kop slaan als ik het niet ga vragen. Ik zou heel graag een keer... Je bent toch Niels? Huh? Je bent toch Niels? Ja. Jij hebt een keertje mijn neefje gered, man, met die reanimatie. Ik herinner me jou, ja. Niet normaal. Ja. Jij bent echt een held. Wat is de definitie van een held? Ik denk als wij als maatschappij zijn verblind geraakt door iconen, karakters, helden. Echte helden dragen geen capes. Echte helden die hebben geen S op de chest, die kogels afweren. Ik denk echte helden zijn mensen zoals jij en ik. Normale mensen die op zoek zijn naar liefde. En ik denk dat wij de helden kunnen worden in ons liefdesverhaal. Het enige wat je hoeft te doen is je nummer achterlaten op mijn telefoon. Afwijs, sorry, ik heb al een hele lieve vriend. Ik heb al de liefde gevonden, zoals je al heel mooi zei. Je hebt een hele lieve vriend? Ik heb een hele lieve vriend, ja. De afwijzing is aanvaard. Maar ik zal je nummer krijgen. In dit leven of de volgende. Wat gebeurt hier? Mooi gesproken, man. Dankjewel. Juliette had een vriend. Kut, sorry. Hele monoloog van niks. Ja, Joost. Ze
zeggen wel eens save the best for the last. En dat is in dit geval ook waar. Ja, we zijn er nu op aangekomen. We gaan iemand uit het water redden. We gaan iemands leven redden. Ja. Zo heldhaftig wordt het. Want er is daar iemand jaartje op 25, Rick, en die heeft nog geen zwemdiploma. Nee. En die komt te water en die zegt help, help, ik heb nog geen zwemdiploma. Ja. Iemand heb je net ons, die daar zit te versieren. Ja, dan springen wij ook maar het water in om te helpen. Ja, maar nu is even de vraag wie gaat eerst doen. Ja, want dit is wel een dingetje. Ja, dus laten we gewoon het eerlijk houden. Rock, paper, scissors. Steen, papier, schaar. Eén keer. Oké, één keer? Eén keer. Oké. Rock, paper, scissors. Oké, hey, Joost, heel veel succes hoor. Weet je wat je gaat doen? Ja, ik weet wat ik ga doen. Ik heb daar net twee hele leuke dames gezien. Die zitten al aan het rand van het water. Daar ga ik samen met Bram zitten. We zijn gewoon aan het chillen, zitten schermpje tussen. Probeer een babbeltje te maken. En dan ligt in één keer Rick in het water. Ja. Kijk eens even lekker, man. Dankjewel. Cheers, hè? Cheers. Oké, onze grote vriend is aangekomen bij het terras. We zitten nu lekker met Brammetje te lullen. Twee biertjes erbij. Dus we proberen nu contact te maken met de twee dames naast hem. Ik zie aan Joost's kop dat hij heel gespannen is. Het is niet de Joost die alles onder controle heeft. Hey Rick, hoe zit jij erbij? Kut. Ja, kut. Moeten we die aanspreken als... Ja, dat kan je ook. Als je mag. Dat is nu je kans. Moet je even helpen? Ja. Ik ben hier zo slecht in. Ik moet opstaan en dan gaan we. Je moet gewoon schijt hebben. Ik heb het net met mijn goede maat over. En het gaat gebeuren, dames en heren. Het gaat gebeuren. Joost is aan het versieren. Oh, dit is gênant. En dan vind ik jou een hele leuke dame eigenlijk. Nee, nee. Fuck out. Oh, Joost, hij kan niet zwemmen. Joost erin. Joost. What the fuck? Nee. Hoe viel die water? Hij struikelde. Ja, nu moet je ook cool kijken. Onze held, ja. Joost, de man. Lekker bezig, Joost. Ik wil jou iets vragen. Zoals je snapt, ik moet me op gaan opfrissen. Want ja, ik woon niet in de buurt. Ik ga even naar huis. Zou ik wel je nummer mogen? Dat wilde ik je net eigenlijk ook vragen, maar... Omdat ik zo heldhaftig was? Hij krijgt een nummer! Hij krijgt een nummer! Lekker, Joost! Ik ga hem heel veel omkleden. Ja, ik zie jou. Ik ben zo terug. Even serieus, wat een fucking baas ben jij. En je moet echt wat voor over hebben. Ja, ik vind het echt... Maar met deze heldhaftige daad heb ik een nummertje weten te scoren. Ja. Nu is de vraag, was het een incident? Of is deze daad zo goed, deze heldhaftige daad, dat het jou ook gaat? Ik ga jullie niet teleurstellen, nee. Hoop ik. Ik denk dat je het gaat lukken, man. Ja. Het is heel direct hoor, wat ik nu ga doen. Maar ik denk anders ga ik het nooit doen. Maar ik zie je zitten en ik denk... Wat is dit? Ja. Zou ik ooit een keer een drankje met je mogen doen? Met mij? Op een, ja. Ach, ik ben zo gay. Ben je zo gay? Ik ben zo ongelooflijk gay. Ben je gay? Ach, oh, shit. Ik ben zo gay. Shit, nou dan kunnen we vrienden worden anders. Dat kan wel. Ik ben een hele leuke gay vriendin. Yes, nou dan. Echt? Shit. Oh, wow. Oh nee. Oh my fucking god. Oh my god. Fuck, Niels. Gaat het? Ja. Even een nat pak aan, Elis. Oh. Godverdomme. Kan niet. Jezus, mijn man is goed gedaan. Ik ook. Ik was mijn band aan het pakken, kijken of het zacht was. En toen viel ik opeens. Maar je kan niet zwemmen? Nee, man. Hoezo, heb je geen zwemdiploma? Nee. Shit, man. Jezus. Nou, gelukkig is het goed gegaan. Geen probleem. Fijne dag, man. Jij ook. Let's gaan. What the fuck is dit? Wat? Die guy kon niet zwemmen. Nee. Maar even al met al, ja, wel de held van de dag. Nu, je mag wel mijn nummer nu als je dat doet. Mag ik je nummer nu? Ja, sure. Oh, dat is wel... Nou, wat is je nummer? Ja, hier. Een nieuwe gay friend. Shit, ja.
Ja, dit heb je ontzettend goed gedaan, jongen. Nou, okay. Goed. Kijk, ik moet gewoon heel eerlijk toegeven. Het meisje valt niet op mannen. Ja, maar moet je nagaan. Een nummertje. Alsnog heb ik het nummertje. Ja, daarom. Dus ik heb een nieuwe gay best friend. Ja. Voor alle singles die kijken, zo'n heldhaftige daad als deze, als je iemands leven redt, ja, dat scoort wel echt goed. Dus, even terug, resume, terug naar die hoofdvraag. Ja. Werkt het als je jezelf ontpopt tot een held, krijg je dan het nummertje van een vrouw? Ja, maar het ligt aan de daad. Hoe heldhaftiger, hoe beter. Maar, heel belangrijk, dat je in je nabijheid ook een Bram hebt die even zegt, wat een held. Ja, en als je geen Bram hebt, dan kun je er altijd eentje vinden via @BramBossum. Dat klopt, dat wou ik net zeggen. Ja. Want jij hebt nog geen nummertje. Ik heb geen nummertje en ook geen vriendin en kind. Dus sluit hem in DM. Sluit in zijn DM. Ja, hey, we gaan dit vaker onderzoeken, toch? We gaan dit vaker onderzoeken. Wat werkt bij de vrouwtjes. Ja. Dus houd het kanaal zeker in de gaten. Ja. We zien de volgende keer weer. En dan ben je er gewoon weer bij, Bram. Absoluut. En jullie dachten dat we helemaal geen zin meer hadden in het kanaal, hè? Nou, kijk hoe we erbij staan. We hebben wel zin in het kanaal. We gaan heel ver voor jullie. Hey, tot de volgende week. We gaan echt wel weer echt ver. Later. Ja. Echt, we gaan het water in, godverdomme.